Morgen veel mist voor. In het noorden was het toen nog zonnig, maar later trok ook daar de mist binnen. Tot in Noord-Frankrijk strekte die mist zich uit. Ook boven Midden- en Oost-Europa kwam veel mist en laaghangende bewolking voor. Ten zuiden van al deze mist scheen de zon volop. In de komende nacht verdwijnt de mist door het toenemen van de zuidwestelijke wind. De temperatuur daalt tot ongeveer 5 graden. Morgen overdag loopt de temperatuur op tot een graad of 9. Het blijft bewolkt. Alleen later op de dag kunnen in het zuidoosten van het land enkele opklaringen voorkomen. De wind waait uit zuidwestelijke richting. Boven land vrij krachtig, maar in het Waddengebied af en toe hard, windkracht 7. De komende dagen is er in het algemeen veel bewolking, maar het blijft vrijwel overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 8 graden. Einde van deze journaaluitzending, dames en heren. Goedenavond. Bos is erbij. Kennis klein is er het bouwfonds. Bel gratis 060556. Vrienden, de nieuwste LP van Corrie met Koos Alberts. Duetten van Corrie met Drukwerk, Wiltura, Costa Cordalis, maar ook Alleen. En natuurlijk haar grootste hit zoals Corrie met en voor vrienden. Op LP, cassette en compactdisc. Als u liever bonbons uit een doos eet, kan al dit gebeuren. Van een Godot bonbonreep kunt u alleen genieten. En u maakt kans op een wintersportvakantie voor twee. Haal zo'n bonbonreep met advocaat, mokka rum of notenpraliné. Lees de achterkant van de verpakking en win die wintersportvakantie. Pas op, pap. Eet jij je bord nou maar leeg? Het is bijna op. Dan mag je je danoontje hebben. Danoontje. Lekker vol proteïne, calcium en vitamine. En daar groeien kinderen van. En nu het paard, mam. Ja, goed idee. Schaakmat. Is niet waar. Danoontje. Daar groeien kinderen van. Je vertrouwt op een perfecte start. Je voelt zijn kracht, zijn souplesse en reactievermogen. Je bent op alle omstandigheden berekend. Want je motorolie en je benzine met IQ of Diesel Plus zijn speciaal berekend op elk seizoen. Daarom tank je bij Esso. Het is Esso die het doet. Weet je me nou? Dank u wel. Ja. Morgen trek ik hem even voor je aan. Als de geadresseerde niet direct om de hoek woont, maken wij toch even een ommetje. Een scheersensatie van Philips. De Philly Shave Electronic. Kijk, oplaadbaar in 1 uur. Voor weken snoerloos scheren. Met koppen die instelbaar zijn voor elk type baard. En met double action. 1 mesje tilt de haar op. Het tweede scheert extra diep af. De Philly Shave Electronic. Volmaakt voor elk man. Mevrouw.
Mevrouw, wilt u een andere luier proberen? Ik heb geen behoefte om een andere luier te proberen. Nee, deze is goed. Toch probeerde mevrouw Wendrich nieuwe Pampers, maar dat wist ze zelf niet. Ze zijn beter dan de luiers die ik ervoor heb gebruikt, zeker. En 's morgens voel je echt dat haar huidje nog helemaal droog is. Echt heel goed. Je kunt zien dat dit gewoon heel mooi rond staat. Dat het echt heel goed aansluit bij de billetjes, bij de beentjes. En als je erin kijkt, kijk, dan zie je een lichtblauwe rand. En die lichtblauwe rand zorgt ervoor dat het echt helemaal niet nat wordt. Er komt naar boven helemaal geen vocht uit. Dus ik wil het nou heel graag weten, ja, wat voor luiers het zijn. Zijn het echt Pampers? Nieuwe Pampers houdt baby's droger dan ooit een luier kon. Oh, dat had ik eigenlijk wel verwacht, want ze waren echt heel goed. Echte Pampers. Weet je me nou? Snel typen die nieuwe superglis van meneer Teval. Met zijn altijd gladde glijzol glijdt hij alles razendsnel in de plooi. Geen rits krijgt hem stuk, geen vuil doet hem wat. Schoon is hij zo en bescheiden. Hij drinkt gewoon uit de kraan, want het anti-kalkstaafje houdt hem fit. Je hebt jarenlang plezier van Teval. Oeps! Vakmanschap is meesterschap. Grons. Nieuw. Fa Soft. De milde deodorant met Copaiba. Die je verzorgt en koestert en je een zacht frisse huid geeft. Beleef die nieuwe frisheid. Fa Soft, de zachte frisheid met Copaiba. Fa Fresh, de wilde frisheid van limoenen. Als u een beetje grieperig bent, maar uw favoriete programma komt straks, hebt u nu even de tijd om een Aspro te nemen. Prettige avond verder. Chocomel. De ster controleert vooraf alle reclame die ze uitzendt. Dit gebeurt aan de hand van dit boekje van de reclameraad. Er staat wel en niet mag in steruitzendingen en ook hoe een klacht moet worden ingediend bij de reclameraad wanneer u zou vinden dat een bepaalde reclameboodschap in strijd is met deze regels. U kunt dit boekje verkrijgen bij Reclameraad, postbus 254, 2000 AG, Haarlem.